zal even van plaats 1 afgaan, want die is zometeen bestemd voor de winnaar. Vorige week hadden we hier ook een 6-man sterke jury. En dat was inderdaad 6 mannen. En dan hadden we allemaal vragen gekeken van, ja, hoe kan dat nou? Weet je, daar moet een vrouw toch wel op zijn minst in zitten. Hebben we geregeld. Zo zie je, wij bewegen mee met onze tijd. En zo konden we ook Kees afstaan aan het pannenkoekenbakken. En hebben we Gerda bereid gevonden als vrouwelijke jurylid. Die even extra alert is geweest op de sfeer, de details en het gevoel van alle bouwhutten. Het was heel erg moeilijk. We hebben fantastische dingen gezien. En toch zijn we tot de 3 nominaties gekomen. Tot de 3 winnaars. Waar we prijs 3, 2 en uiteindelijk ook de weekwinnaar uit hebben gekozen. Zal ik maar even gaan beginnen? Met nummer 3. Daphne, moet jij nog wat uit gaan reiken of zo als ze hier komen? Ja, kom. Wees sta er klaar voor, want het gaat nu echt beginnen. Nummer 3 is geworden. En dan noem ik even de groep die het gebouwd heeft. Dat zijn de 5 Baked Potatoes. Ja! Sanne en Eline, begin ik bij Eline. Eline, hoe was je vakantie? Hoe was het kidsbouwdorp? Heel leuk, vond ik. Ja? Wat was er leuk aan? Gewoon dat je met elkaar bent en ik ga maken en zo. En, ja. Is er veel gelachen? Heel veel. Ja. Waarom moet je nou het hardste lachen? Ik zou niet weten. Nee? Nou, je ziet er toch wel uit dat je wel weet waarom je lacht. Hoe was je vakantie? Leuk. Wat heb je allemaal gedaan? Ik ging op vakantie omdat we in de eerste kant een grote reis gaan maken. Maar ik vond het eigenlijk best wel lekker. Gewoon dat je gewoon altijd thuis bent en alles kan doen en zo. En ik heb nog steeds net zo druk eigenlijk. Dus je hebt je niet verveeld? Nee. Mensen zeggen wel eens, ja, je moet echt weg voor vakantie, want anders heb je niet een vakantiegevoel. Daar heb jij geen last van gehad? Nee. En mijn moeder die was dan een weekje thuis en vond het eigenlijk ook wel lekker. Omdat anders pak je altijd in en zo. En nu kon je gewoon je eigen gang gaan en zo. Dus het was voor moeder ook een beetje vakantie? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar die moeders moeten toch altijd wel koken, of heb jij gekookt? Nee. Kan je niet koken? Jawel hoor. Ja, wat kan je maken? Hamburger. Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik kook niet zo vaak, maar wel vaak één keer op vakantie of zo. Maar eigenlijk heb ik niet gekookt nu. Dus als we bij jou komen eten, hamburgers. Wat wil jij laten worden? Ik vind het wel leuk om huis in te richten, maar ik weet het nog niet echt. Dus je wil binnenhuisarchitecten worden? Ja. Nou, dan is de vraag heel simpel, hè. Hoe ziet het ideale huis eruit? Niet zo heel wit of zo, zoals het altijd is, maar het is wel een beetje kleurrijk. Dat zei ik gewoon. En ik geef eens wat tips. Je zegt kleurrijk. Ik ben, dat weet iedereen langzamerhand, zwaar kleurenblind. Wat is mooi met kleuren? Dat is eigenlijk dicht aan je smaak, wat je hebt eigenlijk. Mm-hmm. Dus, ja. Maar dan kom ik bij jou, dan zeg ik, dag, kunt u mijn huis inrichten? Ik ben nu een klant, hè. Wat zeg je dan? Wat vraag je allemaal aan me? Welke kleuren u wilt. En ik zou het niet weten. Nee, ja, maar. En dan een zwembad, een tennisbaan, hoe werkt dat? Nou, dat is voor een tuin eigenlijk, een zwembad. Sanne, hoe was het bouwzorg? Vertel even over je ervaringen. Leuk, gezellig. Wat heb je gedaan? Gebouwd. Wat heb je gebouwd? Hoe zag jouw ideale huis eruit? Een hut met 2 verdiepingen. Een hut met 2 verdiepingen. Dus als we later bij jou op visite komen, een hut met 2 verdiepingen. Ja. Word je later huisvrouw? Nee, het lachen gaan al beginnen. Dat vind ik wel belangrijk. Sanne, de vakantie. Ben je weg geweest? Vertel. Ja, ik ben op vakantie geweest naar Rodos. Hoe was dat? Leuk. Ja. Wat heb je daar allemaal gezien? Vliegtuigen vooral. Water, zee, bergen. Ja. Maar hebben jullie ook nog dingen ondernomen of heb je alleen maar 14 dagen aan het strand gelegen? Nee, we zijn met de auto rond het hele eiland gaan rijden. Ja. Was dat een keus van jezelf? Hebben je ouders besloten? Samen. Waar zou je alleen op vakantie naartoe willen? Geen idee. Nee, misschien naar Nieuw-Zeeland. Waarom Nieuw-Zeeland? Omdat mijn ouders er heel veel over vertellen en ze zeggen dat het leuk is. Even over school. Ja, het is vervelend. Over 2 weken is het weer zover. Welke school zit jij? Het Stedelijk Gymnasium. Het Stedelijk Gymnasium in Schiedam. Welke groep ga je? Naar de tweede. Dus je hebt al een jaar Latijn achter de rug. Ja. Vertel eens over mensen die nog nooit Latijn hebben gehad. Is dat nou moeilijk? Ja, soms wel. Ja. De grammatica is wel heel anders. Maar. Ja. Zij vielen vorige week ook al in de prijzen en ze hebben zichzelf weer overtroffen.
Alleen net niet de winnaar geworden, maar zeker nummer 2 is ook een ontzettend mooie plaats. En daarin zijn ook weer hele interessante details opgevallen van dat bouwwerk. De winnaar van de tweede plaats van deze tweede week, de Schiedamse Molen, Nolet. Goed gedaan hoor. En ook daarin weer ja, zeer goede dingen, zoals een molen en met molenwieken die ook daadwerkelijk draait. Details, Schiedamse vlag. Ja, het is echt over nagedacht. Goed gedaan hoor mannen. En dan op plek 1. Ja, en nogmaals, het was ook erg moeilijk hoor. Er waren echt wel meerdere kandidaten. Deze nummers 2 en 3 hadden ook net zo goed nummer 1 kunnen zijn. Het zat allemaal zo ontzettend dicht bij elkaar. Maar we moesten een keuze maken. En de winnaar van deze tweede Kids Bouwweek, Bouwdorp, is geworden, ik zal de groepsnaam noemen, Houtwormen! Kom naar voren en neem plek op het erepodium. Ja, ook hierin, kijk, hoewel ze zelf ook inderdaad toegaven dat er een beetje hulp was gekomen van dak, maar er waren nog zoveel dingen in, in die mooie hut. De Comkidshut, die ze ook weer noemden, die zij zelf hadden bedacht, tot in de details. En ook verrassend was, en dat hebben we ook meegenomen in de overweging, dat er vooraf een bouwplan was gemaakt met allemaal tekeningen, driedimensionaal, voorkant, zijkant, achterkant, met details en maten ook. Hè, dit moet 20 centimeter groot zijn, dit 30 centimeter groot. We hebben het niet nagemeten. Weet je wat, dat is een plan. En als je het uit gaat voeren, gaat het altijd wel net iets anders uitzien. Hè? Maar het is fantastisch, vast fantastisch gedaan. Dus wij dachten als jury, bijna unaniem, maar dat zij dus de eerste zijn geworden. Nogmaals, Moïsha, allereerst gefeliciteerd, je bent de eerste geworden. Waarom, zei de jury, waarom zijn jullie eerste geworden? Nou, omdat we veel gevoel voor detail hadden en we hadden ook... ik had thuis al een... ik had al een bouwplan gemaakt over hoe we het zou kunnen doen, dus dat trok de jury aan. Oké. Hey, vertel eens wat over jezelf. Wie ben je, hoe oud ben je, dat soort dingen? Ik ben het Moïsha, ik ben 12 jaar. En ja, ik ben echt heel trots op deze hut. Ik ben ook heel blij dat hij hier gesloopt wordt. En ik ben ook heel trots op mijn groepje. En ja, Denise. Ja, sorry dat ik ben het niet. Denise Wolvers heeft me geholpen. En Piet, ook een buurman en buurman, heeft me geholpen. En het is echt heel erg leuk. Okay. Hey, je hebt vakantie gehad, je hebt nog even 2 weken vakantie. Vertel eens, hoe is je vakantie verlopen? Wat heb je allemaal gedaan? De eerste 4 weken zat ik me een beetje te vervelen. Dus toen dacht ik maar dat ik hiermee ging doen. Ja, mijn vakantie die verloopt nu best wel goed. Ik heb ook heel erg aan mijn gezin gehad bij het bouwen. Ik gaf eerst niet echt veel om het winnen, maar ik vind het bouwen toch wel het leukste. Ja. Ben je nog op vakantie geweest? Nee, maar dat komt omdat ik nu al een tuintje heb gekocht. Dus daar brengen we ons mee de vakantie door. Oké. Straks weer naar school even. Welke school zit je? Welke groep ga je? Ik ga naar de middelbare school. Leuk. De Oude Maas, die zit tussen Spijkenissen. Ja, ik heb er heel veel zin in. De prijsuitreiking heeft zojuist plaatsgevonden voor mij, de grote man van de jury, Lucia Versteeg. Meneer Versteeg, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, spannend moment. U bent de jury, u moest de kinderen beoordelen. Even vanuit welke optiek bent u hier? We zijn, tenminste ik zelf ben adviseur bij een bedrijf wat aan Comkids met personeel werkt. Okay. En vandaar hebben we al een jarenlange relatie. En ze hebben mij gevraagd om voorzitter te mogen zijn van de jury. Dat vind ik een erebaan natuurlijk. En dat hebben we gedaan vorige week ook en deze week weer met een 5-man sterke jury. Ja. Dat lijkt me heel moeilijk. Kinderen hebben allemaal de best gedaan. Je wil ze niet voor de hoofd stoten, maar dan moet een beslissing vallen. Eerst even over de kwaliteit van de woningen. Ja, dat is verrassend goed. Als je ziet wat zij in 1 week kunnen bouwen. En dat zijn toch allemaal jonge kinderen. Nou, dat is echt verrassend. En vorige week waren we ook al onder de indruk. En deze week is het alleen maar beter geworden. Ja, waar heeft u op gelet? We hebben gelet op de afwerking. En ook het verhaal erachter. Dat telt ook mee natuurlijk. En ook het interieur. Hoe is het aangekleed? Hoe is het sfeer gegeven? En
dat was voor ons allemaal ook een doorslaggevend punt. Ja. Ja. Nou zijn kinderen heel verrassend. Wat heeft u met name verrast in de bouwwerken van de kinderen? Nou, de details waar ze mee komen. Weet je wel, er is van alles nog wat over nagedacht. Waterzuivering, waterafvoer, prullenbakken, een keukeninrichting met echt een gasplaat en een fornuis. Ja, we hebben zoveel dingen gezien, weet je wel, bloemenbakken, zonnepanelen, nou noem maar op. Dat is echt prachtig, maar goed over nagedacht. Ja. Als je nou zo rondloopt als jurylid, hè, komt er dan niet iets van vroeger boven van, dat zou ik ook wel willen? Ja, zeker, want ik heb ook al meerdere keren aangegeven bij die kinderen ook, dat ik verrast ben over hun bouwkundige vaardigheden. Ik wou dat ik ze had bezit, op hun leeftijd destijds. Maar echt prachtig hoor, ja, echt leuk. Leuk. Fantastisch initiatief, Kids Bouwdorp. Ja, ik had er ook al eerder van gehoord. Ik ben blij dat ik dan op deze manier nog een bescheiden bijdrage aan kan leveren. En ik hoop dat de kinderen even enthousiast blijven, ook al zijn ze niet in de prijzen gevallen. Uiteindelijk moet er wel een keuze worden gemaakt. Maar ik hoop dat ze met evenveel enthousiasme de derde week in kunnen gaan. Zo is het. Dank u wel.